We hebben hier twee vertegenwoordigers uit het A-segment, twee hele bekende auto's. Nou, wat is het nieuws in dit geval? Dat is de Twingo. Beide auto's zijn in 2014 op de markt gekomen, maar de Twingo heeft recent een beetje een opfrisbeurt gekregen. Iets ander frontje, een paar kleine wijzigingen aan het uiterlijk en het interieur. En de motoren zijn een beetje geüpgrade, vooral de 70 pk motor heeft er een paar pk bijgekregen. Nou, de Peugeot 108 gaat eigenlijk al die tijd al ongewijzigd mee. Alleen vorig jaar is de motor een beetje opgefrist, ook een paar pk erbij. Natuurlijk, dit soort auto's heel populair in de private lease, want laag maandbedrag, voor de rest lage brandstofkosten. Maar goed, je zou ze ook kunnen aanschaffen, maar goedkoop zijn ze al niet meer. Twingo die bestaat natuurlijk al heel lang, al sinds begin jaren 90. En die eerste en tweede generatie waren toch wel totaal andere auto's dan deze. Vooral die eerste, dat was natuurlijk een heel ingenieus karretje, een soort mini-MPV kun je wel zeggen. Nou, dat is met deze dan wel anders. Nou, die nieuwe versie is dus een beetje opgefrist. We zeiden het al, het belangrijkste kenmerk met name het front zijn die andere koplampen met hier die C-vormige dagrijverlichting die tevens als richtingaanwijzer dienst doen. Hier links op de zijkant zien we een luchtinlaat voor de motor. Blijkbaar heeft hij toch meer lucht nodig dan voorheen en kan hij dus daar zijn frisse koeler betrekken. Ja, wat natuurlijk groot verschil is met die vorige Twingo's, is dat deze gebaseerd is, of samengebouwd wordt met de Smart 4x4. Dus het is een heel ander concept auto met de motor achterin. Ja, ik zei het net al, die motor ligt dus achterin. Wat ook nieuw is, is dat de ontgrendeling van de achterklep zit nu hierin en niet meer daaronder bij de kentekenplaat. Dus dat is wat makkelijker. Ja, de motor die ligt dus hier onder de bagagevloer en die wordt gewoon lekker warm. En ja, ik zal hem even omhoog trekken. Als je hier je hand op legt, en dat wordt toch behoorlijk heet tijdens het rijden. Maar wat ik ook wel weer typisch vind, hij zit vast met 6 M10 boutjes. Dus ja, mocht je een keer de olie willen peilen of bij willen vullen, dan moet je dat er blijkbaar eerst allemaal afhalen. En je kunt je wel nagaan, als dan ook nog eens de bagageruimte vol zit, dan wordt het nogal omslachtig om eventjes een litertje olie erbij te gooien. Ja, de 108 maakt ook deel uit van een paar andere auto's. Hè. Die ken je natuurlijk wel, de Toyota Aygo en de Citroën C1. Maar de 108 is toch eigenlijk wel het meest succesvolle model van de reeks. Ja, zoals gezegd, weinig aan veranderd door de jaren heen. Is nu bijna 5 jaar op de markt. Voorheen was er nog een 1.2 motor. Nu alleen nog deze 1 liter motor met een paar pk'tjes erbij sinds vorig jaar. En hij is er ook als GT-lijn, zoals je hem hier ziet staan met wat mooiere wielen eronder. Zwart dak, zwarte spiegelkappen en een soort van ja, nep uitlaat aan de achterkant. Ja, ik zou graag even laten zien hoe je hier zit achterin, maar je ziet het al, de stoel staat nu in mijn stand. Ik kan niet achter mezelf zitten, hoeft ook niet, want ik rij immers. Maar toch, ja, het zijn kleine auto's met weinig binnenruimte en zeker niet de grootste in het segment. Ook als je de kofferbak bekijkt van beide auto's, hè, dat zit zo rond de 200 liter. Ja, er zijn auto's in het A-segment die net even wat meer te bieden hebben. Ja, je merkt bij het instappen al dat de zitpositie hier wat hoger is. Deze auto is ook 8 centimeter hoger dan die Peugeot. Maar wat wel weer lastig is, de afstand van de zitting tot aan de bodem is eigenlijk vrij klein. Hè? Dat scheelt echt wel zo'n stuk met die Peugeot. Dus ja, je zit in een wat andere houding achter het stuur. Ik wil niet per definitie zeggen dat je slecht zit, maar het is wel anders. Het rijden zelf, kijk, je hebt hier natuurlijk de motor achterin liggen. Wat me opviel op de snelweg gisteren, het waaide natuurlijk ook wel een beetje hard, dat hij aardig zijwindgevoelig is. Ondanks het feit dat hij een zijwindassistent heeft. Maar goed, die corrigeert dan toch steeds een beetje. Maar je voelt gewoon door die wat hoge, smalle koets dat die, en die achterwielaandrijving, dat hij ja, toch wel zijwindgevoelig is. Het sturen zelf en het rijden, hij voelt best wel ja, licht en speels aan. De besturing is natuurlijk losgekoppeld van de aandrijving en dat merk je ook wel. Dat merk je ook tijdens het draaien. Die auto heeft een hele korte draaicirkel. Voor je gevoel kunnen die wielen er bijna dwars onder. Die draaicirkel is echt opmerkelijk klein. Dat kan natuurlijk in de stad en bij het inparkeren gewoon heel erg anders zijn. Nou, ik zei het al, de motor die heeft er een paar pk meer bij gekregen. Maar wel bij hogere toerentallen. Hè, zowel het vermogen als het koppel. Dus ja, tijdens het normale rijden merk je daar wat minder van. Maar ik denk dat die specs vooral zijn veranderd om de motor wat zuiniger te maken. Want volgens de specificaties zou die bijna een liter minder moeten verbruiken op 100 kilometer. Hij is wat zuiniger geworden en daardoor ook de CO2-uitstoot weer een beetje lager.
Ja, in beide auto's is opgevallen dat het zicht schuin naar achteren, met name door die grote stoelen met die geïntegreerde hoofdsteunen. Als je hier schuin naar achter wil kijken, dat je direct tegen die stoel aan kijkt. Dat is best wel lastig. In dit geval zijn de C-stijlen dan ook nog eens vrij breed. Dus dat kan in de bebouwde kom nog wel eens lastig zijn, dat het zicht gewoon wordt wat ontnomen door zowel die stoel als door de C-stijl. Het voordeel natuurlijk van die motor achterin is dat je hebt gewoon wat minder motorgeluid. Want hij zit zo ver bij je vandaan dat je hoort hem wel een beetje grommen. Maar hij is toch wel wat stiller qua motor dan die Peugeot. Dus er zit een vrij eenvoudige radio in als je het zo ziet. Maar als je dan de R&Go app op je telefoon zet en je verbindt hem met Bluetooth, dan kun je opeens heel veel functies vanuit de auto via je telefoon gebruiken. Dus je gebruikt hem als radiodisplay, maar ook als toerenteller, motortemperatuurmeter, verbruiksmeter. Alle dingen kun je gewoon via je telefoon en ook je navigatie. Ik heb dan gewoon mijn eigen app erop zitten. Dus, en die klik je hier in een goede houder, zit er ook in hier in het dashboard. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel slim systeem, want je betaalt eigenlijk niet extra voor een duur multimedia systeem, terwijl je hier wel onder handbereik gewoon je eigen scherm hebt en alle functies kan gebruiken die de auto zelf heeft. Veiligheidssystemen, die zijn in het A-segment nooit zo dik gezaaid, hier ook niet. Lane Departure zit hier dan op, dat is tegen meerprijs leverbaar. Maar voor de rest is het eigenlijk qua veiligheidssystemen, houdt het daar ook wel een beetje mee op. Nou, het dashboard van de Twingo ziet er eigenlijk wel nog steeds leuk, fris en fruitig uit, moet ik zeggen. Zeker door die kleurenelementen die hierin zitten. En je kunt zelf nog kiezen welke kleur je erin wil. Wat natuurlijk ook opvalt is dat de portieren tot bovenaan toe bekleed zijn. Dus het geeft toch een beetje wat warmere, verzorgde indruk. Dus het ziet er nog steeds bij de tijds uit na 5 jaar. Ja, qua zitten merk je dat deze net even wat beter zit dan die Twingo. Deze stoel is in hoogte verstelbaar, in de Renault trouwens ook. Passagiersstoel niet, in die andere auto ook niet. Dus de passagier zit eigenlijk net wat te hoog, sommige mensen dan. Maar goed, iets wat betere hoek hier voor de benen, omdat die stoel wat hoger staat ten opzichte van de vloer van de auto. Dus dat is al een pluspuntje qua zitten. Nou, dashboard is toch een beetje... qua materiaal en afwerking wel te vergelijken met het van de Twingo. In deze versie is hij dan wat luxer. We hebben wat groter scherm erin zitten met zelfs navigatie en uiteraard mirrorlink. Deze auto lijkt ook cruise control te hebben. Dus dit hendeltje hier bekijk, maar dat schijnt bedriegt. Dat is alleen een begrenzer, dus die stel ik in dit geval in op de maximum snelheid hier. Ja, dan kan ik het gaspedaal gewoon zo ver indrukken als ik wil, maar dan gaat hij niet harder dan 80. Dus op zich is het wel prettig, hè? Je hoeft dus niet meer op die snelheid te letten. Op de snelweg zet je hem op 130. Alleen, je moet wel steeds je voet op het gaspedaal houden om de juiste snelheid te houden. Maar waarom ze er geen cruise control van gemaakt hebben, dat snap ik ook niet. Nou, ook hier wat bedienknoppen op het stuur. Het stuur is alleen in hoogte verstelbaar, net als in de Twingo trouwens. Wat hier dan weer opvalt in het interieur is dit metaal hier aan de binnenkant van de deuren. Maar goed, in een auto in dit segment mag dat ook wel weer. Het heeft ook wel weer een beetje een vrolijk gezicht, net als die oranje-rood elementjes hier op het dashboard. En we hebben hier dan een GT-line, dus die is net even wat leuker aangekleed natuurlijk dan een basisversie. Maar dat mag ook wel voor deze prijs. Ja, qua rijden merk je meteen als je wat slechter wegdek rijdt, dat deze toch wel wat beter is geveerd en gedempt. Die Twingo heeft een beetje de neiging om dan wat stuiterig te worden. Het gaat hier allemaal net een beetje soepeler dan in die Twingo. Dus dat is op zich wel prettig als je vaak op wat slechter wegdek rijdt. Nou, op de snelweg is het verschil natuurlijk klein. Met dit verschil dat deze auto wat minder zijwindgevoelig is, wat rustiger rijdt op de snelweg. Nou is die snelweg sowieso niet echt het domein voor auto's als deze. Je merkt toch dat ze aardig wat herrie begint te maken. Met name windgeruis en bandengeluid. Dus je moet de radio wel een tandje harder zetten om die goed te kunnen horen. En je ziet ook dat dan die kleine motortjes hard moeten gaan werken, zodat het verbruik toch wel behoorlijk progressief toeneemt op de snelweg. Zodat je opeens die 21 bij lange na niet meer haalt. Dus wie veel snelweg rijdt zal zien dat deze auto's toch wel aardig wat meer gaan verbruiken dan wanneer je tot zo'n 100, 110 km per uur rijdt.
De veiligheidssystemen op deze auto zijn ook vrij beperkt. Je kan hier lane departure warning krijgen en active city stop, dus dat die voetgangers, fietsers detecteert in een bebouwde kom en ook automatisch remt, mocht jij dat zelf niet doen. Maar ook daar houdt het wel een beetje mee op, dus in die zin vrij basic. Dat zijn de enige leverbare systemen. Nou, motorisch gezien dus weinig verschil. Het is ook hier een 1 liter motor zonder turbo met gewoon een handgeschakelde 5-bak. Wel een paar keer is opgevallen dat hij erg moeilijk in de achteruitversnelling ging. Dan moest je echt een paar keer proberen of even in de 1 stukje vooruit en dan in de achteruit. Dat gaat niet altijd even soepel. Maar voor deze qua prestaties helemaal vergelijkbaar. Deze 72 pk, die andere 73. Dus ja, heel groot is het verschil niet. Net geen 100 Nm koppel. Dus het is voor huistuin en keukengebruik prima. Maar zoals gezegd, op de snelweg, als je verre reizen gaat maken, dan ga je wel merken dat zo'n motor daar wel moeite mee heeft. We hadden laatst al een artikel in ons magazine over het A-segment. Het lijkt erop dat het een beetje een uitstervende ras is. We nemen naar deze twee auto's. Peugeot heeft al gezegd dat er waarschijnlijk geen opvolger is voor die 108. Met de Twingo is ook nog maar afwachten wat ermee gaat gebeuren. Want ja, met Smart de ontwikkelingen. Smart gaat elektrisch. Dus die samenwerking zal ook een keer ophouden. Die auto's worden ook duurder door alle verplichte veiligheidssystemen erin. Het zijn allemaal factoren die meetellen. En nu we het toch over de prijs hebben. Ik schrok wel even van de prijskaartjes van deze auto's. Want deze kost, met alles zoals hij hier staat, meer dan 17.000 euro. En die Twingo zit ook over de 15, maar is daarmee toch nog een kleine 2.000 goedkoper. Goed, je krijgt hier natuurlijk wel wat meer uitrustingen. Die ingebouwde Navi, achteruitrijcamera, climate control zit erin. Dus het is in zich heel wat luxere auto. Dus je zou een wat eenvoudigere uitvoering kunnen nemen. Dus wat dat betreft moeten we nog even een beetje de punten gaan tellen straks bij de test die in het blad komt te staan. Misschien een lichte voorkeur voor de Peugeot, ook wat betreft de rij-eigenschappen en een net wat meer levendige motor en ietsje meer binnenruimte. Dat zou hem nog wel eens de overwinning kunnen gaan opleveren.